Op zaterdag 10 december is het Wereld Mensenrechtendag. En in dat kader heeft de politieke partij DA91 gemeend om middels een protest aandacht te vragen voor de mensenrechten welke geschonden worden in Suriname. Surinamers worden opgeroepen om met protestborden zich te begeven naar de Dr. Sophie Redmondstraat tegenover het regeringsgebouw, oud-Amerikaanse ambassadegebouw, waar er dan geprotesteerd, maar middels protest aandacht gevraagd zal worden voor mensenrechten issues. Wij spraken met de voorzitter van de jongeren van DA91, de heer Aurelio Ewijk. Zaterdag 10 december aanstaande is internationale dag voor de rechten van de mens. En in verband daar, in dat verband hebben wij als partij, maar natuurlijk het jongerenforum en het vrouwenforum, die zijn belast met de uitnodigingen. Dus vanuit dit medium doe ik een oproep aan de jonge Surinamers in het bijzonder, maar ook voor de mensen die vechten voor de rechten van de mens. Ik denk aan mensenrechtenactivisten, grondrechtenactivisten. Ik doe een oproep dat ze ons ondersteunen op de eerste plek, maar op de tweede plek ook hun boodschap brengen. Het is de internationale dag van de rechten van de mens. Het staat bekend wereldwijd. Op die dag worden de rechten van de mens eigenlijk herdacht. En de nadruk wordt daarop gelegd. We roepen ze op, omdat we ook de pers, u natuurlijk gaan uitnodigen, maar ook de pers, de lokale pers, om die bewustwording in de samenleving te vergroten. Ja. Waarover zouden we ons, als het aankomt op de rechten van de mens, zorgen om moeten maken nu in de huidige Surinaamse samenleving? Nou, op de eerste plek moeten we rekening houden dat bijvoorbeeld de grondrechten van onze binnenlandse bewoners, die zijn nog niet vastgesteld. Internationaal is het vastgesteld, maar lokaal is het nog niet bevestigd. En ten tweede ook onze recht op democratie, om naar de stembus te gaan. Op dit moment hebben we geen huidig kiesstelsel. Dus dat zijn onder andere onderwerpen waarover wij ons zorgen moeten maken als samenleving. Maar op de eerste, ja, dus eigenlijk als jonge samenleving, als jongeren in deze samenleving. Uw oproep dus? Ja, dus de oproep nogmaals. Ik nodig u alle uit, zaterdag 10 december. We beginnen om 9:30. Het is aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Het monument heet van mijn mensen. Precies, inderdaad, het oud-Amerikaanse ambassadegebouw. Mm-hmm. Net daarvoor staat het monument. Dus vanuit deze kant een oproep aan de jongens, de jongeren in ieder geval, maar in het bijzonder de mensenrechtenactivisten.